Fons, verwachtte jij dit niet bij jouw spelers? Sorry? Dat gedrag van vandaag? Nou, een beetje ontspannen en laid back? Ik moet het ook niet erger maken dan het is. Ik vond het gewoon een beetje te ontspannen. Maar ik heb het nog niet zo vaak gezien. Dat is het enige. Maar het moment is toch logisch? Ja, goed. Het zijn allemaal jongens die, wat ik zeg, al 10 maanden bepaalde druk hebben gevoeld. En nu is die druk van degradatie is weg. Maar als het omslaat in lacherig gedrag, dan kun je nooit optimaal presteren. Dus dan speel je dadelijk tegen een ploeg. Heracles, die weet ook waar het om gaat. Ja, en als je er dan niet klaar voor bent. Ja, ik heb het 1 keer meegemaakt bij ADO. Dat was bij AZ uit. Toen waren we ook niet echt klaar ervoor. Dan stonden we ook binnen een kwartier wel met 2-0 achter. Dus ja, dan duurt zo'n middag lang. Dus je moet er altijd klaar voor zijn. En ik zeg al, verwachten. Het is menselijk. Dus het gebeurt. Maar het is ook wel een mooi moment natuurlijk om dan de boel weer op scherp te krijgen. Maar ik zag je staan schreeuwen alsof je nog niet veilig was. Ah, schreeuwen. Ah, ik kon horen wat je zei. Dat is niet altijd. Maar ja, sorry dan. Dat maakt niet uit. Ja, nou ja, hey, maar ik ben trainer. Kijk, heel veel mensen kennen mij helemaal niet als trainer. Dus dan zie je van deze, die zie je eens een keer aan de andere kant van mij. Dat vind ik ook niet zo erg. Heeft het consequenties voor je elf? Nee, natuurlijk niet. Deze jongens hebben goed gepresteerd. Die verdienen om te spelen. Dus ik heb ook geen verrassingen verder. Maar als ze zo trainen, ja, dat moet je niet te vaak doen bij mij. Want garanties zijn er niet. En dan komen er 4, 5 anderen in. Want die kloppen ook op de deur. Ik zie heel veel jongens goed trainen. Die ik helaas niet kan brengen, omdat alles is op die 2 langdurige blessures na is fit. Maar er zijn natuurlijk meer jongens die gewoon in de basis kunnen spelen. En dat weet ik. Ja, en de enige probleem wat ik heb is dat de jongens die er staan, die hebben het goed gedaan. En of ze nou Tribel heten of Beugelsdijk of Wolters, het zijn gewoon goede spelers. Alleen de basisspelers presteren. Dus dat is heel sneu. Maar die beslissing die moet ik dan nemen. Dat vind ik hartstikke vervelend, maar het hoort er wel bij. En dus ze worden niet op basis van 1 training in 1 keer ernaast gezet. Heb jij de overtuiging dat 2 overwinningen genoeg is voor plaats 9? Ja, dat zou zo kunnen. Dat zou zo kunnen. Dat zou natuurlijk mooi zijn. En, ik zeg niet dat daar moet alles moet meezitten, maar je moet er wel voor spelen, vind ik. Dan jouw persoonlijke situatie. Aankomende week ga je met de club om tafel, begreep ik? Ja, de intentie is wel natuurlijk om met elkaar verder te gaan. Dus ik heb het hier vanaf dag 1 heb ik het eigenlijk uitstekend naar mijn zin. Ik heb het 1 keer heel slecht gehad. En toen was Ronald bij. Toen stapte ik de bus in uit naar Go Ahead. Toen dacht ik van. Lag het aan Ronald of aan die wedstrijd? Nou, dat dacht zeker niet aan Ronald, maar die heeft me toen wel gesteund. We stonden eigenlijk met z'n tweeën. En dat was wel een slecht moment, want daar zag ik natuurlijk wel hoe groot de problemen waren. Maar de manier waarop wij daaruit zijn gekomen is ook indrukwekkend. En dus voor de rest heb ik hier, ik ben eigenlijk iedere dag fluitend de auto ingestapt en dat zegt genoeg. Wat wil je dan aankomende week van As en Manders horen? Nou, ik heb sowieso dagelijks contact met Jeffrey over allerlei dingen. Maar er zijn natuurlijk een paar vragen. Dat is altijd als je 10 weken met elkaar werkt. Dan wil je evalueren, omdat dat was ook de afspraak. Ja, en dat heeft met name te maken natuurlijk met de onzekere situatie. Wat in het verleden is ontstaan. Van welke kant gaan we nou op? Ik heb dat natuurlijk ook wel gevolgd. Ja, wat is het perspectief? Moeten we de allerbelangrijke spelers laten gaan, noodgedwongen? Of kunnen we misschien jongens toch behouden voor de club? Die wij als staf graag willen behouden. Ja, dat is natuurlijk belangrijk. Voor mij ook. Je wil graag de volgende stap zetten. En ik wil graag horen wat dan die toekomstplannen zijn. Maar als het blijft zoals het nu is, blijf jij dan ook? Nou, dat weet ik nog niet. Nou ja, precies om wat ik zeg. Ik bedoel, iedereen mag toch ambities hebben. Ik ben nu 3 jaar achter elkaar betrokken bij degradatievoetbal. Ja, als je dan 1 keer zegt dat dat niet leuk is, dan zegt meteen iedereen, zie je, ja, hij kan er niet tegen. De spanning wordt hem te veel. Nee, ik heb gezegd, het is veel leuker om de 5e plek te spelen. Dat is een groot verschil. En dus ik vind het leuker om bovenin te spelen, als dat je weer moet spelen een heel jaar tegen de 18e plek. Dus ja, dat zou ik niet willen. Nee, dat heb ik wel inmiddels met 3 clubs gehad. Dus ik zou graag met Den Haag de volgende stap maken. Maar hoe realistisch is dat het in deze fase kan, die stap maken? Dat moet ik afwachten, dat weet ik niet.